Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Blockbars. Vandaag ben ik hier in Rotterdam met Ooms. Praat je voor money, dan kom ik het nemen. Ze praten die stacks, maar doen overdreven. Maar kom je ze tegen, dan zie je gescheten. Laag in de cap, ik ben bezig met racen. Laat je met boeken, maar doe niet aan lezen. Soms heb ik een beetje, maar ben toch tevreden. Hey, fuck me met af, jij is tevreden. Want ik kan niet fokken met poop. We fokken hier liever met dood. We rennen naar binnen voor brood. Investeren de winst aan de kook. Fuck up, broer. Is me afgevallen. Thanks man. Waar zijn we hier? We zijn hier op de slinger, man. Er gebeuren veel gekke shit, man. Dit is wel de locatie waar iedereen bij komt. Heel slinger is hier altijd. Wat voor dingen zijn hier gebeurd? Ik was hier aan het eten, patatje, rustig. Eindstand, er wordt geschoten. Man down hier zo. Fout. Daar is een jongen van mij overleden. Cedar, shout-out naar hem ook. Je weet toch, rest in peace. Rest in peace. Door een sneeuwbal. Gooi de sneeuwbal op iemand de auto. Diegene knalde gewoon zo door zijn hoofd. En waar gaan we zo meteen heen? Gaan we naar de flats waar chaos was. De flats van chaos. Let's go dan. Ik heb bitches die me bellen, maar de money aan mijn hoofd. Onze niggas waren er in army. En mijn moeder blijft me zeggen, je blijft doen wat je van droomt. That's the reason why they're in army. Ja man, mijn bak. We zijn aangekomen bij de SD Traps. Hier veel chaos, man. Drugsdealers, clannies kwamen hier. Maar ook vieze dingen in deze traps, zeg je eerlijk. Het ziet er nu allemaal heel netjes uit. Ja, klopt. Maar hoe was het vroeger? Nieuwbouw. Vroeger was chaos, man. Deze traps waren hartstikke vies. Vogelpoep overal. Stroom deed niet. Nigga die is overleden heeft hier ook een clip geschoten. Rest in peace, Mavi, trouwens. In peace, man. Ja, man. Dit is de hoed, man. En waar gaan we zo meteen heen? We gaan zo meteen naar de eerste basisschool. Waar ik op zat van slingen. Dat is aan de kant van Pendrecht. Shout-out naar Pendrecht ook. Toen was ik nog lieve jong, weet je toch? Ja, maar we gaan daarheen. Let's go. Ze willen met me veunen, maar ik heb geen tijd. Mijn vroeg is laat, dus ze zijn me bullet af. Die badgang gaat down. Ze gaat down. Dus ze zet de bullet af. En ze gaat een keer om de school is af. Ja man, we zijn aangekomen. De Hoeksteen. Mijn eerste basisschool. Pendrecht, zoals je ziet. Hoe lang heb je hier op school gezeten? Ik heb hier misschien 3 jaar op school gezeten, maar tot groep 3. En dan ben ik gegaan naar Tourmalijn. Zijn hier ook een paar gekke dingen gebeurd? Zeg je eerlijk, hier niet echt, man. Ik was hier met een lievertje luisteren en zo, je weet toch? Thuis wel vervelend, maar op school, ik was gewoon actief. Hoe vervelend was je thuis dan? Thuis was ik super vervelend, maar ik luisterde nooit, man, babak. Luisteren, maar nu, ik doe mijn best, man. Dus man, ik zeg je eerlijk, vroeger altijd chaos hier voor flippo's. Mensen bonkerden elkaar. Voor knikkers en zo, chaos van deze plek, zeg je eerlijk. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Sowieso man, ik moest mijn flippers en knikkers ownen toch. Ik moest dat doen man, om ze ook te hebben. En waar gaan we zo meteen heen? We gaan zo meteen heen, waar ik mijn eerste clip heb geschoten. Way back. We gaan daar weer heen, zodat ik mijn blockbars kan doen voor Babak. Let's go man. Niggas zijn binnen met hobbygetallen, wow! Oh lord, al mijn niggas zijn derm. Al mijn niggas zijn derm. Al mijn niggas zijn derm. Oh lord, al mijn niggas zijn derm. Al mijn niggas zijn derm. Al mijn niggas zijn derm. We zijn aangekomen op de plek waar ik mijn eerste clip heb geschoten. Faka boys. Deze. Hier gewoon man. Vertel eens wat meer over de clip wat je hier hebt geschoten. Ja man, hier. Ik begon hier met mijn eerste clip met al mijn mokros van de buurt. Iedereen die ruïna gooide was in deze clip. Haram man, alles wat haram wat we deden man. Hoe ben je op die tekst gekomen, haram? Wij waren met zulke dingen bezig, snap je? We waren haram bezig man. Dat is wat wij deden vroeger, snap je? Maar nu zijn we positieve shit. Oké, dan. Ja man. Ik heb je blog gezien, ik heb gezien waar je bent opgegroeid. Yes. Ik heb je school gezien. Nu wil ik je bars horen man, let's go. Call je met de oes. Ben niet tevreden, dat weet je. Straight to the money, fuck haar. Blijven ze zien dat we eten. Kan dat nu vallen, fuck haar. Wou niet doen en dat weet je. Maar ik kreeg het voor elkaar. Ja, we zorgen voor elkaar. Inshallah, morgen ben ik daar. Zong niet, blijf ik op die kaas. Kom maar rotten voor je kaas. En koel het op in je kaas. On je ossen was een paas. Kan niet lekker, nu gaan nog niet lekker. Ik wil tonnen hebben, geen meer Johnny's trekken. Ik wil grote joints, geen meer Johnny's checken. Als ze zien later, ga je toch niet checken. Ik wil cherry cheese op die tosti. En een dikke bill, net als Cosby. Niggas zie je niet, maar ze blijven bellen. Als ze weten, jij hebt weer eens money. Het is vanzelfsprekend dat we zelf spreken. Trek je echte kan als je gaat faken. Eén pop de pil voor hij gaat feesten. Ander pop de kill voor een paar streep. Trap nigga, maar ik trap niggas stelen. Kijk eens schuin en ze haten mij.
pull up met mijn whole squad. Ja, we komen ruig, haal me al je matten bij. Hennessy voor mijn enemies met matten ijs. Ik drink Hennessy voor mijn enemies en met je matten ijs. Thanks voor je bars, man. Dag, man, baba. Shout-out naar de trap, shout-out naar Palenco, ik zie jou. Shout-out naar mijn manager, mijn captain, mijn DJ's in the back. We coming soon, man. Heartbreak, we coming soon. Veel love, man. Shout-out naar Ooms dat hij op tijd was, man. Check elke vrijdagmiddag om 2 uur, nieuwe Blokbars. Ik spreek jullie later. Ciao!